Iedereen die hier zit, die is gepassioneerd zeg maar, door het product houdt. En je merkt wel dat, dat als je allemaal bij elkaar bent, dat het ook groter wordt en makkelijker wordt. Alleen dit zijn er dan misschien 200 of 220 man die intrinsiek verbonden zijn met het materiaal. Alleen de vraag is daarachter, want hoe kunnen we die olievlek nou groter maken dat het uiteindelijk 17 miljoen Hollanders zijn die enthousiast worden van dit product. De houten gebouwen die voelen gewoon aangenamer. Dus nou ja, dat heb ik een paar keer opgepikt. Dat vond ik wel mooi om te horen, zeker omdat het door mannen verteld werd. Zeer boeiend. Ja, het was heel innovatief. Ik ben hier nu voor de derde keer geloof ik en het valt me eigenlijk op dat elke keer hier bij de Houtdag het heel inhoudelijk is. Dus dat je echt kennis neemt van wat er op dit gebied aan nieuwe gedachten zijn en soms aan nieuwe producten of nieuwe ontwerpen. Dus het is leuk om te zien. Ja. Ik vond het heel leuk om mensen te ontmoeten. Ik heb allerlei kaartjes verzameld van alle sprekers. Dit zit aan de grenzen van het vakgebied en daarmee kun je hout, denk ik, brengt zichzelf vooruit in de bouwwereld. Ja, het is gewoon prachtig dat hout een eeuwig onuitputtelijke bron is voor grondstoffen die zich altijd zal blijven, hè, bij duurzaam beleid natuurlijk, zal blijven vernieuwen. En wat er allemaal mee kan en die samenspel tussen natuur en wat je als mensen mee wil. En zeker deze inspirerende omgeving, ja, dat is fantastisch. Ik was hier nooit eerder geweest, maar ga je zeker terugkomen. Want alleen het gebouw al op zich, dat is voor ons om te smullen. Ik ben ontzettend blij met het resultaat. Inspirerende sprekers van binnen en buitenland. Blije mensen, happy faces. En ik heb het idee dat het nog groter kan, dat we bezig zijn met een beweging waar we als Houtblad heel graag aan bijdragen. En het kan niet anders dan dat de volgende Houtdag nog beter, nog leuker, nog geweldiger wordt dan deze. Dus ik zou zeggen, tot volgend jaar.